En wat zeiden we over Missalia? We vroegen ons af, wil die meerijden? Kan die meerijden? Komt hij? Ja, Bogert gaat. En Armstrong gaat mee. Berg volgt. Zal erop en erover. Ja. Armstrong denkt, ja, wacht even. Spelen, dan speel ik mee. Dat is die sterk, die Amerikaan, zeg. Italiaan moet passen. Oei, oei. Oei, oei. Zij zitten bijna eerste rang. Ja. En er zijn wat renners onderweg. Sberg en Missalia moeten passen. Armstrong en Bogert zijn door. Op de halenbaai dus helling nummer 28. Die is vrij steil. 16% loopt de weg daar omhoog. En hier is vaak de beslissing gevallen. Door Gianetti, door Zanini. Die gingen hier allemaal weg om in Maastricht te winnen. Nu mag Michael niet meer overnemen. Wat een klasse toch heeft die man. Hij is lang in Amerika gebleven. Hij rijdt nu ook op souplesse hoor, dus ja. Hij rijdt echt niet vol. Laatste kilometer. Spanning stijgt in Maastricht. Het eindpunt van de 34e Amstel Gold Race. Een naam als, ik gun het Michael van harte, maar een naam als Armstrong zou niet op deze mooie erelijst misstaan natuurlijk. Maar als je het voorjaar bekijkt, dan is het één man die het echt verdient. Ja. Dat is Michael natuurlijk. Ja. Ik gun het hem van harte. Maar cadeautjes worden niet gegeven. Niet in grote wedstrijden. Dus het gaat tussen deze twee. Wat heeft Michael nog in de benen? Is Armstrong vermoeid? Armstrong kijkt, is waakzaam. Dit is Missalia. Maar dat is duidelijk. Die twee. En hoe gaan ze sprinten? Met welke versnelling? Missalia door de bocht. We komen nu in het zicht van de camera's. En kijk eens hoe waakzaam de Amerikaan is. Die is natuurlijk beducht op een uitval van Michael. Hij maakt er een wat kortere sprint van, denk ik. Dat is altijd in het nadeel van een niet-sprinter. Armstrong, ooit werd hij wereldkampioen, toen ging die solo. Gaat hij nu aan, gaat hij aan, gaat nu aan. Gaat hij aan. En wat kan Michael Bogert? Michael? Kan hij het of niet? Hij kan nog in het wiel blijven. Hij kan nog in het wiel blijven, maar hij heeft een grotere versnelling. Nee hoor. Armstrong, Bogert. Bogert gaat naar de kant toe. Ze zitten naast elkaar. Ze zitten naast Bogert. Elkaar. Bogert, Bogert, Bogert. Ja, Bogert. Ja, wint met een 12 centimeter.